bovenin zijn er nog bloempjes. Dan iets verder naar beneden, kijk daar zie je, worden het al kleine tomaatjes. Dan als ze wat groter zijn, worden het steeds grotere tomaatjes. Totdat ze helemaal dik en rood zijn. Zie je dat? Ja. Het oudste tomaatje zit er van kijk, onder. Kijk, want dat is het. Dat is een nummer van het tros. Die zorgen ervoor dat die tros niet doorbuigt. Dat die knikt. En dan blijft het troskieltje goed. Dan kunnen de tomaatjes goed groeien. Oh, dus dat ze niet. Dus dat die. Dat die niet knikt. Nee. Ja, dat hij niet dit doet, zeg maar. Als die breekt, dan worden het kleine tomaatjes en we willen natuurlijk grote tomaatjes. Trosbeugels, noem ik dat. Trosbeugels. Ik dacht eerst dat... Wat is het? Ja, oké. Ik heb het niet aan de bovenkant, waarom aan de onderkant? Omdat de onderste, die zijn de best. Nee, omdat plantjes die drinken water met een wortel. Dus een wortel zit je in de grond. Zie je die zwarte staafjes, ja. Zwarte stekers? Ja, weet je. En daar komt hij in het begin, doen ze daar een potje, dat potje, doen ze daarmee nat maven. Maar later, ja, dat zijn de wortels. En niet aanzitten, Ja, dat zijn de wortels. Ik moet de rat in de kabel. Niet aan het licht zitten. Dat weet ik nog. Dit is juist, er komt heel veel plantjes aan. Ja, precies. Niet aan het lint zitten. We doen natuurlijk drie, eten. Maar ik eten. Weet het, mama. Maar ik weet het. En die leggen eieren vast. Eieren die weer afkomen. Uitkomen, langfisch. Kan je die begonnen? Die pakken ze er maar. Dat is het. Die pakken de buis, ja. Ja, hij zelf. Dat lijkt me een beetje stuiver. Was ik hier wel heel erg nerveus? Want toen gaat het. Als de evenwicht goed is, dan hoef je het maar een klein beetje uit te zetten. Evenwicht. Ja. Dat is wat je wil. Dat is elke keer een weefzak en op één eigenlijk biologische inhoud. Dat klopt helemaal, maar het lukt nooit in de pan. Dat is mooi weer. De buis gaat heel hard. Maar die buis is ook weermachine. Er komt gewoon een buisje uit. Normaal doet hij 1 keer per dag. Nou, dit is 10 per dag. Weer mag gelijk heen. Maar hij loopt achter. Altijd tegen de naalslag mee. Maar hij wil er niet voor te wachten. Dus ik ga het extra uitzetten. Ik moet het corrigeren. Het is een beetje een spelletje. Spel, ja. Maar die leggen dus ook eieren bij zo'n kolonie van luizen. En die larven die eruit komen, die eten nog veel meer luizen. En het voordeel van de stukken van de vier die blijven heel hard op de kast. Dat zijn er koekjes. Ja. Want er zitten ook dingen in. Ja.
is het kaarden. Ja. Je haalt het door de kaartmolen. En dan krijg je langere vezels. Die hebben we hier onderin. Dat is een makkelijke spinnen. En dan kun je het weer spinnen. Al is het wel lekker. Maar je ziet wel, je moet er echt nog een paar keer doorheen voordat je dit hebt. Even wel wat. Hier kun je niet mee spinnen, want het is wel een losse plukjes. Hier erop. En dan kan ik het erin. Zie je dat? Dat moet ik dan wel twee keer doen hoor. Straks moet ik hem er weer afhalen. Dan gaat hij er nog een keer doorheen. Ja, oh, dan wordt hij zo. En dan moet je zien. Misschien vind je het lekker om gewoon een auto van dat te maken. Je rust. Niet bij jou vandaag. Wat je niet bij jou. Ik ben niet zo oud vandaag. Die is ook zo wild deze. Maar zo'n dik bordje is niet erg. Nee, ik ga er straks nog aan twijden. En via het twijden haal ik ze er wel eens tussenuit. Wat is twijden? Van twee draden één maken. Oh, zo. Ja, ja. Natuurlijk heel arbeidsintensief. Maar het is hobby dus. Ja. Dan ziet hij er zo uit, het is een beetje zwart. En dan gaan we hem, doen we hem in de smelter. Tussen je vinger en dan ruiken zo. Die honing. Doe maar zo. Doe zo. Jullie de honing eruit? Ja, nee. Jullie doen het in principe om de honing, zo gezegd. Denk ik. Hoe krijg je dat uit zo'n... Nou, dat in die honingkamers die daar bovenop staan. Die als ze eenmaal vol zijn, dan... Bij goed weer kunnen die in anderhalve week wel vol zijn. Ja. Als het echt goed is, een hele week zo weer zou zijn, dan gaat het echt werken. Maar dat loopt er dan vanzelf uit? Of ja, hoe doen jullie dat? Nee, die hou je eraf en die laat je even staan en die slingen je. Die doe je in een honingslinger. En in die raampjes laat je in een raamwerk zakken. En dan kan je met de hand eraan draaien. Hoor. Een soort. Mooi ruiken, ruikt heel lekker. Ah. Lekker, hè? Het is een soort klei. Ja, het lijkt een soort klei. Je kan er alles van boetseren. En dat doen de bijen ook, hè? Die maken er mooie babykamers van. Nooit geweten. Ze doen niks. Kijk eens op ze op. Ze zijn lekker honing aan het maken. Ja. En mama is zo lekker. Ik zie goed zien hoe ze haar binnen.